Breda Nu. Je weet het meteen. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Vandaag ging Breda Nu de straat op om te vragen: naar welke evenementen kijkt u uit? Het is weer mooi weer, er komen evenementen aan. Waar kijken jullie naar uit? Ik kijk vooral uit naar Koningsdag, want dan is er in de stad flink veel te doen, ja, op het Chasséveld. Ja, Defcon. Ja, en Oranje Bloesem in Amsterdam. Het grootste evenement voor mij is dat deze aarde helemaal vernieuwd wordt, dat er geen ziektes meer en geen dood meer is en geen zonde meer is. En dat gebeurt als Jezus terug gaat komen, gaat alles herstellen. Pinkpop. Oh ja, Pinkpop. Ja, is wel leuk. En waarom exact dat? Wat vinden jullie daar zo bijzonder aan? Ja, Bruno Mars komt toch? Ja, Bruno Mars. En gewoon leuk. En waarschijnlijk lekker weer, hoop ik. Nou ja, binnenkort is bijvoorbeeld 538 Koningsdag, maar daar ga ik dit jaar dan niet heen. Maar daar ben ik vorig jaar wel heen geweest en dat is wel een leuk evenement. Waarom juist die evenementen? Gewoon met vriendinnen, gezellig. Ja, we houden wel van een feestje. Wat vind je daar dan zo bijzonder aan? Wat vind je dan altijd leuk om te doen? Ja, ik denk eigenlijk wel dat Breda goed oranje gezind is op dat gebied. En ja, ik weet niet, hartstikke gezellig. Breda Nu. Je weet het meteen.